Ja, dat zou altijd leuk zijn, hè. Maar gewoon ook heel veel goesting om eraan te beginnen. Ik denk nog altijd over de mooiste of de beste competitie misschien ter wereld wel spreken met de beste ploegen. En als je dan ook mocht openen tegen Champions League finalist van vorig jaar, dan denk ik dat dat een hele mooie uitdaging is. Oké, het is een nieuw format, maar uiteindelijk hebben we 8 matchen om zoveel mogelijk punten te halen. En daar kunnen we morgen aan beginnen. Dus thuismatch tegen Dortmund. Ik hoop op een hele mooie sfeer en op een hele leuke wedstrijd. En hopelijk ook punten. Bart. Ja, dag Hans. De vorige keer dat jullie Champions League spelen, hebben jullie toen die legendarische 8e finale bereikt. Het format is natuurlijk nu anders. Denk je dat je opnieuw bij die laatste 16 kan komen? Of die laatste? Dat is een doel natuurlijk, hè. We willen altijd zo ver mogelijk geraken. Ik denk dat dat vaak de doelstelling is natuurlijk aan het begin van het seizoen, is zo ver mogelijk geraken in Europa. Het nadeel in dit format is natuurlijk dat je geen vangnet hebt, dat je niet meer naar Europa League kunt teruggaan als je, zoals vorige keer, derde wordt in een groep bijvoorbeeld. Maar we gaan, ik zeg het zoals net, zoveel mogelijk punten sprokkelen en hopen dat we al sowieso bij die eerste 24 geraken. En vandaar het zien we wel, oké, er zijn statistieken en kansberekeningen geweest dat het nu moeilijker is om daar te geraken als Club Brugge zijnde. Maar toen we 2 jaar geleden in die groep kwamen, toen was de kans ook heel klein waarschijnlijk dat we de eerste 2 gingen eindigen. Dat hebben we ook gedaan. Dus ja, ik zeg het, we moeten gewoon zoveel mogelijk punten halen en hopen dat we bij die eerste 24 raken om nog die 2 extra matchen ook sowieso nog mee te pikken. In dat seizoen van 2 jaar geleden was er een heel groot verschil wat jullie Europees en in de competitie laten zien. Laten we hopen dat het verschil nu kleiner is. Maar kunnen jullie opnieuw in staat zijn om echt nog eens een niveautje hoger te springen in die Europese wedstrijden? Dat geloof ik wel. Ik denk ook dat gewoon, het zijn ook gewoon andere wedstrijden, andere intensiteit, andere belevingen. En ik denk ook dat die wedstrijden er zijn, omdat je boven wij eruit kunt stijgen nog eens. En ik zeg het net nog, dus het is een van de, of ja, misschien de beste competitie ter wereld waar je in terecht komt. Ook nu weer tegen de finalist van vorig seizoen. Dus je moet gewoon op je best zijn om iets te kunnen rapen tegen dit soort tegenstanders. En dat maakt het gewoon zo leuk en een mooie uitdaging voor ons als club. Thomas. Voorbereiding of de manier waarop dat je toeleeft naar die andere match dan ook anders? Voor mij persoonlijk niet. Nee, maar het is gewoon alles er rond en de beleving. En is normaal dat je een Champions League match anders toeleeft. Misschien is dat gewoon het menselijke, dat hoger aangeschreven staat dan matchen in soms in de competitie. Maar aan de andere kant zijn die matchen in de competitie ook gewoon super belangrijk. Qua punten, qua richting einde van het seizoen. Maar deze matchen zijn gewoon zoveel leuker. En je meet u met de beste tegenstanders ter wereld. En dat maakt het gewoon zo plezant om daar naartoe te leren. Thomas. Hans, wat liggen de mogelijkheden voor jullie morgen? Ik denk dat Dortmund een ploeg is die ook graag natuurlijk het balbezit heeft. Die heel veel geduld hebben in de opbouw. Dus het is zaak van ons om vanuit een goede organisatie druk te gaan zetten. En het is een ploeg die dan natuurlijk ook als ze hoog op veld spelen en daar de bal hebben, dat ze in de omschakeling misschien wel wat ruimte kunnen laten liggen. Dus daar liggen misschien wel onze mogelijkheden voor morgen. Dag Hans, u hebt 8 Europese match, de kampioenschap en de beker. Is het niet te veel in het kalender? Ik denk dat wel een issue is natuurlijk in de voetbal op dit moment, dat er veel te veel matchen zijn. Maar voor mij persoonlijk is meer matchen beter. Omdat ik vind nog altijd 2 matchen per week is gewoon leuker, omdat je ben niet degene die het liefst veel traint of 5-6 trainingsdagen hebt voor een wedstrijd. Dus dat er telkens 2-3 dagen tussen zit, is voor mij veel fijner. Matchen zijn veel fijner dan trainingen. Dus voor mij persoonlijk denk ik, hoe meer matchen, hoe beter.
als ik me niet vergis, zit hij aan 9 goals in de Champions League. Ik weet niet of je dat zelf bijhoudt. Maar betekent dat voor jou, want het is al eventjes geleden, in de laatste campagne had hij niet gescoord, geloof ik. Om te scoren op dat niveau, is dat voor jou belangrijk? En die kaap van die 10 doelpunten dat je op dat niveau haalt, wat zegt dat over jouw carrière? Wat het eind totaal uiteindelijk gaat worden, ik weet niet of dat zoveel zegt, maar het zijn gewoon leuke statistieken voor mezelf. En ik denk dat 9 doelpunten op, ik weet niet, als nu dit wordt op 6 campagnes, denk ik, dat een mooi aantal is. Maar net zelfs als dit weekend was mijn 100ste competitiedoelpunt voor Club Brugge. Allemaal leuk, maar ik denk dat titels en collectieve prijzen nog altijd veel belangrijker zijn. Dus die goals, dat is persoonlijk fijn. En het is altijd leuk om eens een doelpunt mee te pikken of een assist te geven. Maar ik heb veel liever dat we morgen met 3-0 winnen, dat ik geen goal en assist op mijn naam heb. Junior. Hans, dat nieuw systeem, kan dat in jullie voordeel of nadeel spelen? Want het is wel een vreemde dynamiek. Je hebt 8 verschillende tegenstanders. Normaal speel je 2 keer tegen dezelfde. Ken je ondertussen een beetje. Het is misschien ook een beetje chaotisch, omdat je niet weet wat er binnen 5-6 wedstrijden kan gebeuren. Of waar je staat. Wat is jouw mening daarover? Ik denk dat het voor ons ook de eerste keer is. Dus het zal een beetje zijn eigen wel gaan uitwijzen doorheen de campagne. Het feit is natuurlijk dat Dortmund nu ook direct van de eerste speeldag waarschijnlijk wel vol voor punten gaat gaan. Terwijl die misschien in een groepsfase rapper zullen zeggen van oké, we doen het in de thuiswedstrijden wel en de rest is misschien een punt al genoeg. Terwijl nu gaan ze gewoon vol voor 3 punten gaan, omdat ze weten dat ze op het einde ook liefst natuurlijk bij die eerste 8 waarschijnlijk zullen eindigen. Dus ja, elke wedstrijd gaat misschien meer op het scherm van de snee zijn. En dat is misschien ook wel langs de ene kant beter, want ze gaan misschien daar vol voor gaan, waardoor ze misschien ook weer meer ruimte gaan laten liggen voor ons. Dus ik denk dat we achteraf pas kunnen gaan zeggen of het een voordeel of een nadeel is, dit format. Voldoende. Meneer achteraan. Vindt u de nieuwe formule van de Champions League beter of niet? Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik denk dat ze gewoon graag hebben dat elke wedstrijd ook op het einde er nog toe doet. Dat iedereen nog... Oké, er zullen altijd een aantal ploegen zijn die misschien al bij de eerste 8 zijn. Of dat, maar de meerderheid van de wedstrijden gaat altijd wel een bepaalde inzet hebben. Dus in dat opzicht snap ik het wel. Maar of dat het beter is dan het vorige, dat vind ik heel moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Oké. Goed, dan gaan we over naar een vraag voor de coach. Valerie. Nicky, morgen eerste Champions League wedstrijd ooit voor jou. Gaat jou dat kippenvel bezorgen? Voor de wedstrijd misschien wel, omdat het toch altijd een droom is die je wil realiseren. Ik denk dat alles wel in een stroomversnelling gekomen is met mijn vorig seizoen, dat te realiseren. Ik heb ooit een wedstrijd vriendschappelijk gespeeld op PSG tegen Neymar, Mbappé, Di Maria. En die beleving voor die wedstrijd is enorm en daar moet je ook proberen van te genieten. Maar eenmaal dat eerste fluitsignaal valt eigenlijk heel het gebeuren er rond weg en concentreer je gewoon op die groene mat. En ja, zit je echt in een bepaalde bubbel en focus en dit is ook hetgeen wat morgen het geval gaat zijn. Had je hier 6 maanden geleden van durven dromen? Dromen doet geen pijn, hè. Dus je moet altijd een droom hebben om... Goedemiddag, welkom op onze persconferentie. We starten met vragen voor Hans van Aken. Good afternoon, welcome to our press conference. We start with questions for Hans van Aken. Junior. Dag Hans, blij dat je eraan mag beginnen. En hoe voelt het nu om aan een nieuwe campagne en een nieuw systeem te beginnen? Het is wel zo direct een thuiswedstrijd, dus het zou wel mooi zijn moest je direct iets kunnen meepikken van punten. Hè.
Ja, dat zou altijd leuk zijn. Hè. Maar gewoon ook heel veel goestig om eraan te beginnen. Ik denk nog altijd over de mooiste of de beste competitie misschien ter wereld wel spreken. Met de beste ploegen. En als je dan ook mocht openen tegen Champions League finalist van vorig jaar. Dan denk ik dat dat een hele mooie uitdaging is. Oké, het is een nieuw format. Maar uiteindelijk hebben we 8 matchen om zoveel mogelijk punten te halen. En daar kunnen we morgen aan beginnen. Dus thuismatch tegen Dortmund. Ik hoop op een hele mooie sfeer en op een hele leuke wedstrijd. En hopelijk ook punten. Bart. Ja, dag Hans. De vorige keer dat jullie Champions League spelen, hebben jullie toen die legendarische 8e finale bereikt. Het format is natuurlijk nu anders. Denk je dat je opnieuw bij die laatste 16 kan komen? Of ja, voor die laatste. Dat is een doel natuurlijk. Hè. Ik bedoel, we willen altijd zo ver mogelijk geraken. Ik denk dat dat vaak de doelstelling is. Natuurlijk, aan het begin van het seizoen is zo ver mogelijk geraken in Europa. Het nadeel in dit format is natuurlijk dat je geen vangnet hebt. Dat je niet meer naar Europa League kunt teruggaan als je, zoals vorige keer, derde wordt in een groep bijvoorbeeld. Maar we gaan, ik zeg het zoals net, zoveel mogelijk punten sprokkelen en hopen dat we al sowieso bij die eerste 24 geraken. En vandaar het zien we wel. Oké, er zijn statistieken en kansberekeningen geweest dat het nu moeilijker is om daar te geraken als Club Brugge zijnde. Maar toen we 2 jaar geleden in die groep kwamen, toen was de kans ook heel klein waarschijnlijk dat we de eerste 2 gingen eindigen. Dat hebben we ook gedaan. Dus ja, ik zeg het, we moeten gewoon zoveel mogelijk punten halen en hopen dat we ja, bij die eerste 24 raken om nog die 2 extra matchen ook sowieso nog mee te pikken. In dat seizoen van 2 jaar geleden was er een heel groot verschil wat jullie Europees en in de competitie laten zien. Laten we hopen dat het verschil nu kleiner is. Maar kunnen jullie opnieuw in staat zijn om echt nog eens een niveautje hoger te springen in die Europese wedstrijden? Dat geloof ik wel. Ik denk ook dat gewoon het zijn ook gewoon andere wedstrijden, andere intensiteit, andere belevingen. En ik denk ook dat die wedstrijden er zijn, omdat je boven wij eruit kunt stijgen nog eens. En ik zeg het net nog, dus het is een van de, of ja, misschien de beste competitie ter wereld waar je in terecht komt. Ook nu weer tegen de finalist van vorig seizoen. Dus je moet gewoon op je best zijn om iets te kunnen rapen tegen dit soort tegenstanders. En dat maakt het gewoon zo leuk en een mooie uitdaging voor ons als club. Thomas. Voorbereiding of de manier waarop je toeleeft naar die andere match dan ook anders? Voor mij persoonlijk niet. Nee, maar het is gewoon alles er rond en de beleving. En is normaal dat je een Champions League match anders toeleeft. Misschien is dat gewoon het menselijke, dat hoger aangeschreven staat dan matchen in soms in de competitie. Maar aan de andere kant zijn die matchen in de competitie ook gewoon super belangrijk qua punten, qua richting einde van het seizoen. Maar deze matchen zijn gewoon zoveel leuker. En je meet u met de beste tegenstanders ter wereld. En dat maakt het gewoon zo plezant om daar naartoe te leren. Thomas. Hans, wat liggen de mogelijkheden voor jullie morgen? Ik denk dat Dortmund een ploeg is die ook graag natuurlijk het balbezit heeft. Die heel veel geduld hebben in de opbouw. Dus het is zaak van ons om vanuit een goede organisatie druk te gaan zetten. En het is een ploeg die dan natuurlijk ook als ze hoog op veld spelen en daar de bal hebben, dat ze in de omschakeling misschien wel wat ruimte kunnen laten liggen. Dus daar liggen misschien wel onze mogelijkheden voor morgen. Dag Hans, u hebt 8 Europese match, de kampioenschap en de beker. Is het niet te veel in het kalender? Ik denk dat wel een issue is natuurlijk in de voetbal op dit moment, dat er veel te veel matchen zijn. Maar voor mij persoonlijk is meer matchen beter. Omdat ik vind nog altijd 2 matchen per week is gewoon leuker. Omdat ik ben niet degene die het liefst veel traint of 5-6 trainingsdagen hebt voor een wedstrijd. Dus dat er telkens 2-3 dagen tussen zit, is voor mij veel fijner. Matchen zijn veel fijner dan trainingen. Dus voor mij persoonlijk denk ik, hoe meer matchen, hoe beter.
Als ik me niet vergis, zit hij aan 9 goals in de Champions League. Ik weet niet of je dat zelf bijhoudt. Maar betekent dat voor jou, want het is al eventjes geleden, in de laatste campagne had hij niet gescoord, geloof ik. Om te scoren op dat niveau, is dat voor jou belangrijk? En die kaap van die 10 doelpunten dat je op dat niveau haalt, wat zegt dat over jouw carrière? Wat het eind totaal uiteindelijk gaat worden, ik weet niet of dat zoveel zegt, maar het zijn gewoon leuke statistieken voor mezelf. En ik denk dat 9 doelpunten op, ik weet niet, als nu dit wordt op 6 campagnes, denk ik, dat een mooi aantal is. Maar net zelfs als dit weekend was mijn 100ste competitiedoelpunt voor Club Brugge. Allemaal leuk, maar ik denk dat titels en collectieve prijzen nog altijd veel belangrijker zijn. Dus die goals, dat is persoonlijk fijn. En het is altijd leuk om eens een doelpunt mee te pikken of een assist te geven. Maar ik heb veel liever dat we morgen met 3-0 winnen, dat ik geen goal en assist op mijn naam heb. Junior. Hans, dat nieuw systeem kan alleen jullie voordeel of nadeel spelen, want het is wel een vreemde dynamiek. Je hebt 8 verschillende tegenstanders. Normaal speel je 2 keer tegen dezelfde, ken je ondertussen een beetje. Het is misschien ook een beetje chaotisch, omdat je niet weet wat er binnen 5-6 wedstrijden kan gebeuren of waar je staat. Wat is jouw mening daarover? Ik denk dat het voor ons ook de eerste keer is, dus het zal een beetje zijn eigen wel gaan uitwijzen doorheen de campagne. Het feit is natuurlijk dat Dortmund nu ook direct van de eerste speeldag waarschijnlijk wel vol voor punten gaat gaan. Terwijl die misschien in een groepsfase rapper zullen zeggen van oké, we doen het in de thuiswedstrijden wel en de rest is misschien een punt al genoeg. Terwijl nu gaan ze gewoon vol voor 3 punten gaan, omdat ze weten dat ze op het einde ook liefst natuurlijk bij die eerste 8 waarschijnlijk zullen eindigen. Dus ja, elke wedstrijd gaat misschien meer op het schermpje van de snee zijn. Dat is misschien ook wel langs de ene kant beter, want ze gaan misschien daar vol voor gaan, waardoor ze misschien ook weer meer ruimte gaan laten liggen voor ons. Dus ik denk dat we achteraf pas kunnen gaan zeggen of het een voordeel of een nadeel is, dit format. Voldoende. Meneer achteraan. Vindt u de nieuwe formule van de Champions League beter of niet? Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik denk dat ze gewoon graag hebben dat elke wedstrijd ook op het einde er nog toe doet. Dat iedereen nog... Oké, er zullen altijd een aantal ploegen zijn die misschien al bij de eerste 8 zijn. Of dat, maar de meerderheid van de wedstrijden gaat altijd wel een bepaalde inzet hebben. Dus in dat opzicht snap ik het wel. Maar of dat het beter is dan het vorige, dat vind ik heel moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Oké. Goed, dan gaan we over naar een vraag voor de coach. Valerie. Nicky, morgen eerste Champions League wedstrijd ooit voor jou. Gaat jou dat kippenvel bezorgen? Voor de wedstrijd misschien wel, omdat het toch altijd een droom is die je wil realiseren. Ik denk dat alles wel in een stroomversnelling gekomen is met vorig seizoen, dat te realiseren. Ik heb ooit een wedstrijd vriendschappelijk gespeeld op PSG tegen Neymar, Mbappé, Di Maria. En die beleving voor die wedstrijd is enorm en daar moet je ook proberen van te genieten. Maar eenmaal dat eerste fluitsignaal valt, valt eigenlijk heel het gebeuren er rond weg en concentreer je gewoon op die groene mat. En ja, zit je echt in een bepaalde bubbel en focus en dit is ook hetgeen wat morgen het geval gaat zijn. Had je hier 6 maanden geleden van durven dromen? Dromen doet geen pijn, hè. Dus je moet altijd een droom hebben om na te streven en daar keihard voor werken. En je moet eerlijk zijn, alles moest meezitten om dat te kunnen realiseren. En uiteindelijk is dat ook het geval geweest. Maar als je gezegd had om toen je geld erop te zetten, had ik dat niet gedaan. Ben je blij dat je thuis tegen Dortmund mag spelen en niet tegen de Gelbe Wand? Goed, dat zou ook een heel enorme belevenis geweest zijn. Hè. Net zoals de spelers uitkijken naar die wedstrijd in Celtic, heb je toch altijd wedstrijden die je wilt beleven. Maar ik denk starten met een thuiswedstrijd is altijd wel
Iets wat je wil meemaken. Het is de eerste wedstrijd, iedereen kijkt er naar uit. Het is zoals Hans zegt, je speelt tegen de finalist van vorig seizoen. Dus ja, je hebt alle ingrediënten om er echt een hele leuke avond van te kunnen maken. Thomas. Ik ben iemand die alles altijd goed ontleedt. Ken je nu bijvoorbeeld het programma van al die tegenstanders? Van in onze poelen? Ja, en ook bij uitbreiding. Hoe kijk jij aan tegen die nieuwe format? Hoe zie je dat als coach? Ik heb ervoor al gezegd, het is, ik vind het iets boeiend. Waarom? Omdat je nooit kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Ik ken niet alle programma's van buiten. Het is veel te ingewikkeld. Maar ja, ik kan wel zeggen, als je bijvoorbeeld kijkt naar het programma van PSG, daar zitten enorm veel moeilijke wedstrijden in. En het is wat Hans net zei, je kan niks voorspellen, want iedereen wil zo snel mogelijk bij die top 8 geraken. En dus het gaat elke wedstrijd gewoon spannend zijn. En ik denk dat dat de bedoeling is van dit format, om het tot de laatste wedstrijd spannend te houden. En daarom dat er zoveel wedstrijden door elkaar liggen en dat je eigenlijk niet op kan anticiperen wat er gaat gebeuren. Want het is zoals je zegt, je speelt maar één keer tegen verschillende tegenstanders. En op het laatste gaat het gewoon rekenwerk worden. Hè, want zelfs de doelpunten voor of tegen kan beslissend zijn in het eindresultaat. Sorry. En Nicky, jullie spelen meteen 8 matchen in de Champions League. Wat wil jij van je ploeg zien over die volledige campagne, over die alleen minstens 8 wedstrijden? Wat verwacht jij van de ploeg? Van onze ploeg? Dat wij onszelf gewoon tonen op dit format. Dat wij uitstralen de waarde van de club. Wij willen overal en altijd graag winnen. Maar goed, je speelt tegen de beste ploegen van de wereld. Dus je moet ook nuchter en realistisch blijven. Maar gewoon laten zien dat wij goed kunnen voetballen. Dat wij een team zijn dat, ja, als wij alles goed doen, in staat zijn om resultaten te boeken. En ja, na die 90 of 95 minuten, dat wij gewoon durven en kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Sorry. Het is de ambitie van Club Brugge om die tussenronde te halen. Moeten jullie dan eigenlijk morgen in eigen huis al punten pakken? Moeten niet. Willen wel. Dus heel graag. En goed, die ambitie moeten wij ook altijd uitstralen. Je hebt 8 wedstrijden om dat te realiseren. En goed, ik denk dat we zeker niet mogen onderschatten. We spreken over punten pakken tegen Dortmund thuis, maar Dortmund is wel de finalist van vorig seizoen. Dus ik denk dat daar net iets te snel over gekeken wordt. Wat niet wil zeggen dat zij ook in een modus zitten waar het nog een beetje zoekende is. Maar uiteindelijk zijn er nog heel veel spelers overgebleven van vorig seizoen. En uiteraard gaan wij aan onze kansen geloven en liggen er mogelijkheden. Maar zoals Hans net zei, wij moeten boven onszelf uitstijgen. Wij moeten echt een goede prestatie gaan neerzetten. Maar iedere ploeg kan ook een minder moment hebben. En misschien is dat bij hun het geval en kunnen wij daar optimaal van profiteren. Dag Nick, tot december veel matches voor u. Hoe ga je dit aanpakken? Zoals we altijd aanpakken. Gewoon wedstrijd per wedstrijd kijken of per duo bekijken. En ook naar de spelers. Hè. Vorig jaar hebben wij ook geroteerd. Met name om iedereen fris te houden, om iedereen fit te houden, iedereen belangrijk te houden. En dit zal ook de aanpak zijn voor, of tot december, zoals je zelf zegt.